oorspronkelijk als het idee, het technische concept van 4045 de musical, die in België al gespeeld heeft. Ja, dat is never seen before, ook nog nooit gedaan. Want hoe hebben jullie dat daar, want hebben jullie daar bestaan in de Midden-België al, of wat hebben jullie daar, heb je dat daar aangepakt? Daar hebben we een tent gezet eigenlijk. Want om deze show te spelen hebben wij eigenlijk een ruimte nodig van een half voetbalveld groot, dus ongeveer 70 meter op 70 meter, 20 meter hoog, zonder palen, want in de meeste hallen staan er dan palen, want anders het dak inzakt natuurlijk. Het plafond moest ook stevig genoeg zijn om licht en zo te kunnen dragen, dus dat zijn hallen die eigenlijk normaal gezien niet worden gebouwd. Dus hebben we een soort tentconstructie neergezet in Buurs, en daar hebben we die voorstelling gespeeld. En dus ja, we waren ook in Nederland op zoek naar zo'n hal, bestaat ook niet echt, dus wordt hier in Barneveld eigenlijk speciaal voor deze productie gebouwd. Ja, daar horen we zo even meer over de technische aspecten. Maar even, de musical heeft dus al gedraaid in België. Hoe heeft hij daar gedaan, Gert? Die heeft het vrij goed gedaan. Het is de meest bezochte Vlaamse musical aller tijden geweest. Ik denk zelfs het meest bezochte spektakel aller tijden. We hebben daar bijna 800.000 bezoekers gehaald. Als je weet dat er eigenlijk maar 7 miljoen Vlamingen zijn, dan leert een korte rekensom ons. Even denken hoor. Ja. Ja, bijna iedereen. Best veel, ja. Dat bijna iedereen geweest is. Ja. Dus dat is best wel bijzonder. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op. Ja, en we hopen natuurlijk dat succes een klein beetje te kunnen herhalen hierin. Ja, dat begint allemaal met het idee, met het verhaal. Kun je daar iets over zeggen? Dus wat zat er in je hoofd van je dacht, dit moeten we vertellen? Het is een verhaal over de Tweede Wereldoorlog uiteraard. En het gaat over keuzes maken. We volgen het verhaal van één familie met twee zonen, twee broers, waar een jaar leeftijdsverschil tussen zit. En ze krijgen allebei exact dezelfde opvoeding en toch op een gegeven moment scheiden hun wegen en kiest een van de broers om het extreemrechtse pad te volgen en de andere broer kiest om in het verzet te gaan. En ja, er ontstaat natuurlijk een enorme tweestrijd tussen die twee. Er komt nog een enorm dramatische plottwist in voor waar ik natuurlijk niks over kan vertellen. Ja, maar waarom wil jij dat vertellen? Wat heb jij zelf daarmee? Ja, het is zo dat de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen, en ik denk dat dat voor Nederland exact hetzelfde is, nog altijd bij veel families het gespreksonderwerp wordt op familiebijeenkomsten of familiefeesten. Omdat ook in heel veel families die twee keuzes gemaakt zijn, net zoals in mijn familie. Er was een foute kant en er was een goede kant. En die leefden wel samen en er werd over gepraat. En dat heeft tot de laatste dagen van mijn moeder heeft dat haar leven bepaald. Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden. En tot op de laatste dag heeft wat er in die oorlog allemaal gebeurd is, haar heel erg bezig gehouden. Hmm. En dat is ook het succes van die voorstelling in Vlaanderen geweest. En dat kan ook eventueel het succes worden hier in Nederland. Omdat dat nog altijd iets is wat veel families uiteen heeft gescheurd of toch voor conflicten heeft gezorgd in families. En waar nog altijd over gepraat wordt. Ja. Ja, en ik zit te denken, kijk, los van, je kunt de oorlog vergelijken met de oorlog is nooit terecht en nooit goed. Maar er zijn natuurlijk andere grote thema's ook geweest de laatste jaren. Waarop ook in families, of het nou is dat iemand, of het nou extreem rechts is, of als het gaat om het coronabeleid, waarop families ook echt wel verscheurd zijn geraakt. Ja, klopt. Ja, en in dat opzicht is het een voorstelling die ook nog op een aantal fronten heel actueel is. Ja. Welkom. En gefeliciteerd. Jullie zien er schitterend uit. Gaia, nou, jij gaat sowieso hartstikke lekker. Je hebt onlangs nog een mooie award gewonnen voor jouw rol natuurlijk in AIDA. Ja. En nu deze. Waarom moest je überhaupt nog auditie doen hiervoor? Of, Ja, zeker. Okay. Ik moet wel even laten zien wat ik kan. Want het zijn natuurlijk altijd andere rollen. Ja. Een andere kleur van jezelf laten zien. En, waarom wilde je dit graag doen? Nou, ze hebben me eigenlijk echt ervan weten te overtuigen dat dit zo'n ander verhaal is en een andere rol dan wat ik zelf ooit heb gespeeld. Ik kan een nieuwe kleur van me laten zien. Het is een hele andere stijl. Mm-hmm. En dit is voor mij ook de eerste keer dat ik te maken krijg met een Tweede Wereldoorlog verhaal. Mm-hmm. Dus dat is iets waar ik niet per direct in voor zou auditeren. Ja, ja. Maar want als je zegt, welke andere kant kun je dan hier laten zien? Ja, ik kan een wat timidere kant van me laten zien, want de voorgaande rollen die ik heb gespeeld of die ik nog steeds speel, dat zijn echt hele grote powervrouwen met hele grote nummers. Alles is hard en ruig. Mm-hmm. En Lea is toch wat timider.
ze maakt hele andere dingen mee in haar leven, mm-hmm. waardoor ze zich zo moet opstellen. Ja, zij zus, je speelt de geliefde van de boer die zich aansluit bij het verzet. Precies. Ja, Dorielle, sorry, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Dankjewel, ja. Dank je. Sorry, jij hebt natuurlijk, heb je ooit eerder met Studio 100 samengewerkt? Ja, nou, ik denk dat veel mensen dat niet weten, maar ik ben eigenlijk opgegroeid bij Studio 100. Bij Studio 100? Ja. Huh? Nee, ik kom zelf uit Eindhoven en toen ik 15 was, toen 16, ja, toen heb ik mijn eerste serie, eigenlijk mijn eerste acteerkunsten, die heb ik mogen doen bij deze twee uur. Ja. Wat was het dan voor iets? Dat was Galaxy Park heette dat. Dat was een Gagnet-serie. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Nou, in België was het heel groot. Ja, daar kon ik niet over straat toe. Ja, ja. Dat was eigenlijk het begin. Ja. Ah, ja. Jullie spelen ook broers. Grappig genoeg bleek dat Sooi niet de eerste keer, hè? Nee, wij hebben ooit eerder in de serie Hoogvliegers. Daar hebben wij ook broers gespeeld. En jij was heel kort, toen was je alweer... Ik was eigenlijk dood. Ja, ging heel snel. Gaat dat nu altijd of... Zeker. Je ziet ons langer dan in de serie, ja. Oké. Okay. Dus we hebben met Nieuwe Tijden, dat was een spin-off van Goede Tijden, Figaro, hebben wij heel veel samen gespeeld. Dus we kennen elkaar eigenlijk hartstikke goed. Dat helpt misschien wel, denk ik, toch, voor dit verhaal? Nou ja, zeker weten. Het is natuurlijk heel lekker beginnen als je elkaar gewoon al kent. En nou ja, ook zo'n dag als vandaag, dat je elkaar niet nog hoeft te leren kennen. Begint al een beetje, Gert, ja, dit is het, hè? Hier zit het. Begint al een beetje te leven. Ja, hier zullen we het mee moeten doen. Nee, maar kijk, toen wij natuurlijk de Vlaamse versie gingen vernederlandsen, dan heb je ook wel een beetje twijfels, want het verhaal is zo sterk in Vlaanderen. Het werkt daar zo hard en dan denk je, gaat dit ook werken in Nederland? En dan lees je de eerste... Nee, er valt al iemand door de zin. Dan lees je de eerste Nederlandse versie van het script en dan merk je al dat iets zit goed. En dan zie je tijdens de audities sommige scènes spelen waarvan je weet dat ze in Vlaanderen mensen gaan. En je zit dan gewoon in een auditielokaal wat op zich heel saai is. De acteur staat er ook gewoon in een gewone plie. En zelfs dan werkte ook in Nederland die scènes onwaarschijnlijk. Dus ik ben eigenlijk vanaf de auditie zo gerustgesteld dat die ook hier hetzelfde effect gaat hebben als in Vlaanderen. En ja, ze doen het geweldig. Dat is goed. Doe maar. We zijn alleen, dus man, wat zal je nog beletten? Het is jouw keuze en ik zal mij niet verzetten. Doe wat je moet, ben je te laf. Haal de trekker over, schiet en maak me af. Doe maar. Jij met dat hakenkruis, daar zal ik nooit aan wennen. Als dat je leven is, wil ik je niet meer kennen. Het is niet zo moeilijk, man, kom op. Het kost je maar een kogel, knal hem door mijn kop. Doe maar. Leef de broer waar ik naar op keek, nog daar binnen. Droef en blind ben jij volledig buiten zinnen. Thank you.
vrienden voor haten. Kijk in voor honger wie je achter hebt gelaten. Gebruik in godsnaam je verstand. Ooit zie jij de waarheid, ooit snap je mijn kant. Doe maar, weet dat bij band ik doe geen plek meer voor berouw is. Ooit zul je snappen dat wat ik doe ook voor jou is. Dan zie je dat dit zo moet gaan. Haat me tot die tijd maar, scheld er van mij aan. Doe maar. Leef de broer waar ik naar opkeek nog daar binnen. Yes, thank you.